Ik ben Jacob van der Borne. Ik heb een akkerbouwbedrijf in Reuzel. Op de Belgische, in Nederland tegen de Belgische grens. Wij telen voornamelijk aardappelen. En ik heb sinds vorig jaar deze Rauch Accent strooier gehaald. En waar was je eigenlijk naar op zoek? Nou, wij werken al heel veel jaren met rauwstrooier, omdat een rauwstrooier heel nauwkeurig kan strooien. Deze meet namelijk de kunstmest die op de schijf valt en niet de inhoud van de bak. Daarmee kan je links en rechts heel mooi gevarieerd strooien. En Rauch vind ik vind ik het beste merk als we het over strooiers hebben. En wat en hoe wil jij je gewas strooien? Nou, in de aardappelteelt doen wij een bijbemesting en die bijbemesting die doen we met verschillende meststoffen. Stikstof wordt bijgegeven naar de hand van behoeften. En om die behoeften beter in te schatten, werken we ook al jaren met de Fritzmeier-sensoren. Die kun je hierboven zien. Die hebben we ook gemonteerd vast op deze strooier. Zodat we eigenlijk live de biomassa en de stikstof in kaart kunnen brengen. En deze ook direct kunnen vertalen naar een gift achter op de machine. Waarom heb je gekozen voor deze Accent 100.1? Nou, we hebben gekozen voor de Accent 100.1 omdat deze een groot volumestrooier is. We kunnen dus meer laden dan in een getrokken strooier. We hebben heel veel kleine percelen, zitten dus heel veel op de weg, moeten dus ook heel veel transport over de weg doen. Ja, en als we dan meer kunnen meenemen, kunnen we gewoon efficiënter strooien. Een andere belangrijke reden om voor deze strooier te kiezen is dat we hem in de winter ook kunnen ombouwen en omdat we er dan kalk mee kunnen strooien. Nou, we hebben vorig jaar de bijbemesting en de hoofdbemesting met deze strooier gedaan in de aardappelteelt. In het najaar bijna 500 ton kalk gestrooid. En nu zijn we weer begonnen aan de kunstmest strooien en dan moet je vooral denken aan de stikstofgiften. Hè. Dat zijn er 2 of 3 per veld per seizoen en de basis kali bemesting. En hoe zijn je bevindingen tot nu toe? Nou, we zijn heel tevreden over de strooier. Ten eerste omdat hij ook een stuuras heeft. De vroegere Accent strooiers hadden nog geen stuuras. En omdat wij die stuuras hebben wij nodig omdat we alleen maar door onze spuitsporen willen rijden en niet te veel van het gewas kapot willen rijden. Ja, de grote laadvolume is een heel groot voordeel omdat we heel veel transport op de weg hebben. Verder is de bouwkwaliteit goed en ook de besturing is goed. We kunnen hier ook heel makkelijk op taakkaarten en dus op sensoren mee werken. En daar hebben we eigenlijk weinig problemen mee. Kun je iets vertellen over de capaciteit, bediening en de snelheid? De capaciteit van de strooimachine is niet anders dan die van een gedragen strooimachine. Hij is voor mij wel groter omdat ik minder op en neer moet rijden om te gaan vullen. Dus voor ons is het een capaciteitsverhoging. De bediening is volledig isobus. Dat wil zeggen dat we er een trekker voor hebben staan met een isobus. En wij kunnen door die isobus eigenlijk alles automatisch karteren. En ook het werken met taakkaarten is via die isobus heel makkelijk. En nu werk je sinds kort ook met die Isaria gewassensoren. Waarom doe je dat? Nou, wij zijn al sinds 2009 met Isaria sensoren aan de slag. Dus ik heb een hele lange historie met de firma Fritzmeier. We hebben die ook mee helpen ontwikkelen op ons bedrijf. Dus we hebben er ook inmiddels voor gezorgd dat die Fritzmeier sensoren of die Isaria sensoren niet alleen stikstof meten, maar ook biomassa. Want we hebben juist beide nodig om een goede gift te kunnen berekenen. We hebben vroeger de actieve sensoren gebruikt. En dit zijn inmiddels de passieve sensoren. En dit zijn ook sensoren die isobus op isobus draaien. Dus ook hier geen aparte terminal in het scherm. Alles via 1 isobus scherm verbonden. En ook alles via interne connecties aangestuurd. Dus geen kabeltjes die niet kloppen. Alles volledig automatisch. Heb je al een beeld omtrent meer opbrengst door het scannen van het gewas? Nou, de meeropbrengst van het gewas hangt niet alleen van de stikstof af. Hè. Wij proberen die stikstofgift te optimaliseren. Dat wil zeggen dat we precies geven wat er nodig is. En door de sensoren te gebruiken kunnen we vooral besparen op plekken waar er eigenlijk nog voldoende stikstof is. Of waar de groei die stikstof, waar er minder groei is, waardoor we minder stikstof nodig hebben. Heb je een voorkeur voor satellietkaken of Isaria sensoren? Wij gebruiken als basis op alles de Isaria sensoren. Die geven namelijk aan of er problemen op het veld zijn en wat de doseringen moeten zijn.
satellietdata is, je meet alleen biomassa en dus geen stikstof. En die kun je in, dus ook niet gebruiken voor de stikstof bij de mest. Kun je prima gebruiken voor een verkorting of een loofdoding, maar eigenlijk niet voor stikstof. Wat vind je van het gebruikersgemak? Isaria-sensoren, vooral de Isobus-sensoren, die werken heel makkelijk. Het instellen is even uitzoeken, maar als je eenmaal ingesteld is, dan gaat het vanzelf.